In de afgelopen weken heeft president Johnson Tokyo samen met zijn regeerteam de beleidsprioriteiten herzien en een nieuwe traject voor het komend jaar vastgesteld. Tijdens een regeringspersconferentie op zaterdag zei de president dat de regering ondanks de uitdagingen van de afgelopen 4 jaar veel vooruitgang heeft geboekt. De focus ligt nu op stabilisatie en hervorming met speciale aandacht voor de goudsector, groene energie, sociale programma's, woningbouw, voedselzekerheid, veiligheid en medicijnvoorziening. President Suntoki benadrukte dat er een stabiele basis is gelegd en bedankte de samenleving voor hun steun terwijl de regering de koers blijft vasthouden en verbeteringen doorvoert. 4 jaar na de verkiezing op 25 mei 2020, en zoals u net gezien heeft, daarover straks nog meer, is er hard gewerkt, is er veel gerealiseerd. Dat is wat het volk van ons verwacht had, 4 jaar geleden ons mandaat gegeven. Om het land te gaan redden, om te gaan regeren, om de problemen op te lossen. En ja, die problemen waren enorm. De crises waren multiple en ingrijpend in onze samenleving. Ons geliefd Suriname was letterlijk ziek gemaakt. En we kennen de ziekteverschijnselen op verschillende beleidsterreinen. Financieel, economisch, bestuurlijk. Maar ook dat er uitdagingen waren. In de periode denkt u aan COVID-19, pandemie. Maar desondanks is er gewerkt geworden. Desondanks is er gepresteerd geworden. En zoals eerder aangegeven, zijn de resultaten verwerkt in het boek dat net is overhandigd aan ons. En straks wordt het ook overhandigd aan u. De komende tijd zult u nog meer informatie krijgen. Additioneel van datgene wat nog niet in het boek staat. Want we gaan doorwerken. Vooral de 12 maanden. Daar zijn de prioriteiten bijgesteld. Daarover heb ik afgelopen 3 weken intensief bilateraal overleg gehad. Met alle ministers. De vicepresident. En ons nieuw traject voor de 12 maanden. Aangegeven, de prioriteiten bijgesteld. En dat zal ons agenda zijn voor de 12 maanden. Er is veel hersteld. Er is veel ingehaald. Veel op rails gezet. Natuurlijk konden we nog meer doen. We wilden nog meer doen. En willen we nog meer doen. Echter moet je ook rekening houden dat we het wind niet altijd mee hadden, de omstandigheden niet altijd mee hadden. Tekort, capaciteit, expertise, beperkte financiële middelen. COVID-19 pandemie en de impact daarvan heb ik net aangegeven. De gevolgen van klimaatcrisis, denkt u aan de vele overstromingen, watersnood in het binnenland, de kuststrook. De impact van de oorlog en hoge prijzen van geïmporteerde goederen, maar ook een zwaar IMF-programma met harde randvoorwaarden. En ook die coalitie waarmee we al deze plannen en al het beleid uitvoeren. Daar zijn er soms ook uitdagingen waar we tijd en aandacht moeten schenken om ook te zorgen dat wij doorgaan met onze stabiele regering. Maar feit is namelijk dat we na 4 jaar kunnen zeggen dat met goede crisisbeheersing, met goed crisismanagement, met goed leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid, maar wel collectieve inspanning, wel samen ervoor gezorgd hebben dat we uit de crisis zijn. En dat iedereen daar een bijdrage heeft geleverd. En dat is bijzonder belangrijk om dat vandaag te bevestigen. Goede samenwerking met de vakbonden. Goed overleg binnen de coalitie.
Goed overleg met de Nationale Assemblée. Goed overleg met tal van functionele groepen in de samenleving. 2 maanden uitgetrokken voor nationaal dialoog. Blijven communiceren met de samenleving en je plannen bijstellen. En natuurlijk, als we terugkijken, zien we dat er hard is gewerkt. We zien ook namelijk dat we beleidskeuzes gemaakt hebben waar we nog steeds achter staan. En natuurlijk zouden bepaalde beleidskeuzes misschien anders ingericht moeten worden. En misschien ook de aanpak een andere moeten zijn. En dat onderkennen wij ook. En dat er soms fouten gemaakt worden. En dat we moeten corrigeren. En dat we moeten verbeteren. Daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid. En dat gaat u ook merken de komende periode. Waar er gewerkt wordt, kunnen er ook inschattingsfouten gemaakt worden. Waar er gewerkt wordt, kunnen er ook menselijke fouten gemaakt worden. Geachte aanwezigen, het is bijzonder belangrijk dat we fundamentele hervorming hebben kunnen doorvoeren. En misschien zal het nog niet bij velen nog het besef aanwezig zijn wat wij precies gedaan hebben. Omdat natuurlijk die maatregelen ook zorg dragen voor een stukje pijn in de samenleving bij de burger. Maar uiteindelijk zal men beseffen, somewhere down the road, iedereen binnen zijn eigen tijdlijn, ja, het heeft een beetje pijn gedaan, maar die maatregelen waren noodzakelijk. De man bij Sapsa de Bedou. De man sap fa umbechara uroko gomoro fara. Want nu zien we wel die voordelen ervan. En zo moeten we ons leven ook zien. Dat wij slechts tijdelijk hier op aarde zijn. En soms in deze levensfase offers moeten brengen voor die volgende generatie. Voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, achterkleinkinderen die hier na ons gaan komen. Dat we een goed land ontwikkelen, stabiliteit creëren. En niet die verantwoordelijkheid van ons afschuiven. En niet die problemen van ons voorschuiven. Maar ik denk er allemaal los in op. Maar ik had er aan regering zou komen los in op. Dat is niet ons karakter als regering. Wij hebben ons gecommitteerd om duurzaam de problemen van de samenleving op te lossen. Geachte aanwezigen, we zien ook de personen en de groepen die zich klaarmaken en die ons dagelijks bekritiseren. En wij zijn open voor kritiek. Maar we moeten wel heel serieus kijken naar die groepen, naar die personen en die politieke partijen die kritiek leveren en denken en zeggen ook beter te doen terwijl zij de veroorzakers zijn van die ernstige crisis. Terwijl zij gezorgd hebben voor die verarming van het volk. Terwijl zij gezorgd hebben dat we in een ernstige schuldpositie terecht zijn gekomen. Dat zij gezorgd hebben voor een instabiele economie. En dat zij gezorgd hebben dat we als land bankroet zijn geworden. Ja, dat waren we. Laat dat ook gezegd zijn. Maar als ze het beter willen doen, laat ze dan ook hun fouten erkennen, accepteren en verontschuldigen aanbieden aan de samenleving. Maar laten ze wel een plan presenteren hoe ze het beter willen doen. En ook die andere organisaties en personen die nooit bestuurlijke ervaring gehad hebben en constant aan de kantlijn de samenleving proberen te beïnvloeden, dat ze het beter gaan doen. Geen probleem. Laten zij presenteren wat ze gaan doen. Als ze zeggen dat ze IMF-programma onmiddellijk gaan stoppen, laten ze dat zeggen. Als ze gaan zeggen, nee, we gaan weer ambtenaren in dienst nemen en weer brengen naar 60.000, 70.000, laten ze dat gaan zeggen. Als ze weer schuld gaan nemen om ons land bankroet te maken, laten ze dat gaan zeggen. En als ze weer die economie kapot willen maken, door allerlei inflatorenmaten, dan moeten ze dat ook zeggen. Maar gewoon kritiek leveren, populistisch doen, is niet correct. Je bent bezig die samenleving te misleiden. Wij hebben ons gecommitteerd om door te gaan
met de stabilisering, door te gaan met de economische groei. En we gaan, dat moeten voortzetten. Het hervormingsprogramma gaat door. We hebben met succes ons 4 miljard US dollar schuld kunnen herschikken. Dat wij als land ademruimte hebben. Dat we niet onder druk geplaatst worden door verschillende schuldeisers. Dat we niet gebracht worden naar internationale gerechten om ons schuld af te lossen. Dat ons kapitaal, wat we als nationaal inkomen hebben, besteed zal moeten worden aan aflossing van schulden. Wat zouden we aan salaris moeten betalen? Wat zouden we aan pensioenen moeten betalen? We hebben het kunnen herschikken, duurzaam. Dat onze kinderen die schuld draaglijk gaan vinden tot en met 2050. Rustig aflossen op basis van je inkomen, op basis van je aflossingscapaciteit, op basis van het draagvermogen van onze samenleving. Dat hebben we kunnen bereiken. Met goed vertrouwen, met onderhandeling. En daar is het resultaat. Maar wel moet ervoor zorg dragen dat we als land nooit meer in die situatie terechtkomen van hoge schulden. Dat moet ons commitment zijn. Anders zijn die offers voor niemendal gebracht. Door het volk. We hebben dat gedaan op basis van ook het internationaal vertrouwen, mijn mensen. En die effecten merken we. Ik ga je een voorbeeld geven. En dat is jammer dat er zulke goede dingen in het land gebeuren. Maar toch die informatie daar terecht komt waar het noodzakelijk is, met name bij het gewone volk. Ik heb vorige week een ontmoeting gehad met alle bankdirecteuren in het land. En ook een beroep op hen gedaan. Laten we meewerken aan die ondersteuning van het economisch beleid. Laten we meewerken aan verdere stabilisatie van ons financieel beleid. Want 4 jaar geleden waren de meeste banken wankel. En velen op de grens van faillissement. Dat kan ik nu vandaag wel zeggen. Dat ze geen geld hadden in die ATM's. En zij die een dollar account hadden, die weten het. Je kon niet eens aan je eigen dollar account komen op de bank. En na veel biggie en contacten kreeg je 50 US dollar per maand van jouw account. Vandaag, na 4 jaar, nodigen de banken hun cliënten en burgers uit om 10.000 US dollar per maand bij hen te komen kopen vandaag. En de burger is niet geïnteresseerd. De burger heeft vertrouwen in haar SRD. Het vertrouwen is terug in je SRD. En ik doe een beroep op die banken, maar al die marktverkopers, die buschauffeurs, die worstverkoper, die ijsverkoper, die mensen willen ook een bankaccount hebben. En jullie komen met zoveel bureaucratische verhalen. En ik heb een beroep op hen gedaan. En reeds volgende dag na die ontmoeting hebben 2 banken onmiddellijk bekendgemaakt. Hun hypotheekrente is teruggebracht van 30% naar 12%. Hoeveel mensen weten dat? Gaat u vandaag bij Finabank? Gaat u vandaag bij DSB? En gisteravond hebt een burger me. President, is dit fake? Is dit echt? Ik zeg, wat is dit? Namelijk dat ik met mijn ID-kaart naar Finabank kan gaan om mijn account te openen. Alleen mijn ID-kaart. Ik zeg, wacht even, ik heb wel een beroep op hem gedaan. Ik heb direct de directeur van Finabank gebeld. Zeg, directeur, ik krijg deze vraag van een burger. Klopt het, ja of nee? Ja, president. Vanaf vandaag kunnen alle burgers met een ID-kaart een account openen daar zo. Nou, ik hoop dat die andere banken ook gaan volgen. Dit is financial inclusion. Dat iedere burger een account heeft. En geld gestort kan krijgen. Weet je hoe dit enorm gaat werken naar het sociaal programma van ons? Dat we makkelijker de burger kunnen bereiken om geld op hun rekening te storten. En niet via ambtenaren en via tussenpersonen. En niet via allerlei figuren die misbruik maken van deze situatie. Kom straks daarop terug. Mijn mensen. In die moeilijke tijd hebben we Suriname kunnen loodsen waar we op de grens stonden om geblacklist te worden.
En u kunt ze nog even, nog heugen. Allerlei professoren en geweldige personen in dit land. Suriname gaat geblacklist worden. Ik kreeg het gevoel dat ze gingen wensen. Dat we geblacklist moesten worden. Gaat u naar wie die mensen zijn, die geweldige mensen? Wel, we hebben met ons regeerteam, met alle deskundigen, Suriname kunnen loodsen uit de risicozone om gegraylist te worden of om geblacklist te worden. We zijn veilig. Onze economie is veilig. Onze banken zijn veilig. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We hebben nog een traject af te leggen om te voldoen aan alle compliance regels in alle sectoren, met name in de goudsector. Dat zal onze prioriteit zijn. Maar mijn mensen, we hebben het kunnen loodsen. We hebben ook onze internationale samenwerking versterkt, goede allianties gecreëerd met onze buurlanden, ook in CARICOM-verband. De diplomatieke samenwerking zijn uitgebreid. We hebben nieuwe landen in de rij der landen geplaatst, waarmee we samenwerking zijn aangegaan met de landen met wie we al die tijd nauw hebben samengewerkt. Daar hebben we de samenwerking verder geïntensiveerd, verbreed en uitgebreid. We hebben, mijn mensen, voor het volk een historisch besluit genomen. Dat eindelijk elke burger dezelfde stem heeft in een verkiezing. Ongeacht wie je bent, wat je bent, waar je geboren bent en waar je woonachtig bent. Jouw stem is één en dezelfde. En dat is een kiesstelsel op basis van landelijke evenredigheid. Hier gaat de burger weer haar trots krijgen. Waar mensen, ja, Sandy Mugosteng, Misteng, nou, Olasi. Elke stem zal tellen in die landelijke evenredigheid. En dit is historisch. We hebben altijd een kiesstelsel in het land gehad, vanaf ons landsbestuur, dat discriminerend was. Dat groepen ging uitsluiten. Dat districten ging uitsluiten. En dat was bewust gecreëerd. Om de macht in feite te behouden en te laten zijn in handen van een kleine groep. Nu kan iedereen op gelijke wijze strijd leveren op basis van nieuw kiesstelsel waarmee we meer democratisch gehalte gaan toevoegen in onze samenleving. Mijn mensen, we moeten ook rekening houden dat we zware maatregelen hebben moeten treffen, ja. Die subsidies moesten afgebouwd worden. En ik hoop dat de minister van Financiën een keertje het totale bedrag zal presenteren. Wat wij aan subsidie betalen. Het gaat om miljarden wat we aan subsidie betalen in het land. En wie betaalt het? Het volk. Dat geld dat het volk zou kunnen gebruiken om te investeren in de eigen leefomgeving, wat wij als regering zouden kunnen gebruiken voor veiligheid, voor gezondheid, voor onderwijs, voor infrastructuur, dat geld wordt aangewend voor subsidie. En ja, we hebben al die tijd, langer dan 40 jaar, geleefd in een soort schijnwelvaart. Begrijpt u dat wij niet alleen die problemen van afgelopen 10 jaar moesten oplossen als regering, maar ook de problemen van afgelopen 40 jaar? En daarvoor heb je durf en moed nodig om dat te kunnen doen. Wetende dat je het volk tegen jou gaat krijgen. Wetende dat er ontevredenheid gaat ontstaan. En wij zeggen we bouwen objectsubsidie af. Maar we komen in met subjectsubsidie. Helpen van de burgers die het moeilijk hebben, die het niet kunnen betalen. En dat doen we en dat gaan we blijven doen. Dat is het doel van een sociaal programma. De kwetsbare groepen beschermen. De personen, de groepen die de impact van de afbouw van de subsidie niet goed kunnen dragen. Ondersteunen met een goede registratie, met goed beleid. En we gaan ook zorg dragen
dat ook nieuwe groepen hierbij beschermd zullen worden. We zijn bezig met exercities om ook jongeren, studenten te beschermen. We zijn bezig om ook boeren die slachtoffer zijn geworden van droogte, om na te gaan hoe we hun kunnen beschermen. Op dit moment zijn we bezig met voedselpakketten in de verschillende districten, om daar de personen te beschermen. En er komt een nieuwe prioriteitenlijst, mijn mensen. En ook het ambtenarenapparaat. Het ambtenarenapparaat, dat wordt afgebouwd. Weet u hoeveel deskundige personen bij de overheid werken? Weet u hoeveel werk er dagelijks verzet wordt door ambtenaren met slechte financiële positie? Maar je kan hun financiële positie niet verbeteren, omdat er even grote deel als die serieuze en professionele ambtenaren ook daar aanwezig is, bestaan uit ambtenaren die niet werken, die thuis zitten, die spookambtenaren zijn. En dat is al langer dan 40 jaar zo. Wij hebben gezegd, wij zijn een regering om te zorgen dat we het land gezond gaan maken, de economie gezond gaan maken, maar ook het ambtenaarapparaat gezond gaan maken. Dus ook hier zijn we al begonnen af te bouwen op een verantwoorde wijze. En er gaan zoveel financiële middelen vrijkomen als we een paar duizenden van de ambtenaren op een verantwoorde wijze kunnen afvloeien. En die extra middelen die gaan vrijkomen, laat die middelen aangewend worden voor rechtspositieverbetering van die andere ambtenaren die dag en nacht hard werken. Zonder dat je extra kapitaal hoeft te investeren. Maar al die personen die afgevloeid worden, dat is besluit van de regering. Elke investeerder die in Suriname zich aanmeldt, is eerste afspraak. U gaat een deel van mijn ambtenaren moeten opvangen in uw investeringsbedrijf. En het ministerie van Arbeid heeft opdracht gehad om samen met dat bedrijf, samen met het bedrijfsleven, voor die training zorg te dragen, dat die ambtenaren goed getraind daar in die bedrijven te werk gesteld gaan worden. Zodat, en ze gaan misschien een betere inkomen hebben daar bij de overheid. Want de private sector geeft ook goede financiële, rechtspositionele voorzieningen. Het zijn geen makkelijke beslissingen, mijn mensen. We hebben het in 4 jaar tijd al deze maatregelen moeten treffen. Nu een stabiele basis gecreëerd en een goede uitgangspositie voor die resterende 12 maanden, waarbij de prioriteiten al bilateraal met de ministers besproken zijn en aanstaande woensdag in de regeringsraad gepresenteerd gaan worden. Maar daar hebben we die grote uitdaging. Zoals deze resultaten hebben kunnen neerzetten, met al die beperkingen en al die onmogelijkheden en al die uitdagingen. Maar vanaf 2028 hebben we onze eerste first oil in Suriname. Met veel inkomsten vanaf dat moment. En dat betekent, zoals de grondwet dat zegt, de natuurlijke hulpbronnen behoren het volk toe, de natie toe, dat de samenleving daarvan moet profiteren. We gaan beschermen in ons spaar- en stabilisatiefonds voor de volgende generatie, voor diversifiëren van de economie, voor verhogen van de productie. We gaan een deel gebruiken om onze energie te transformeren naar green, want die fossiele brandstof, gas, oil en gas, die gaan opraken. En wat moet je daar in de plaats hebben? De groene energie. En dan moet je nu al gebruik maken van de inkomsten om te gaan naar die green. En dat doen we nu al met zonne-energie investeringen. De hydro hebben we. Studie van windenergie is gaande. Biomass projecten, die zijn al geformuleerd. Maar tegelijkertijd moeten we die inkomsten gebruiken om die instituten van de overheid te versterken. Veiligheidsinstituten, gezondheidsinstituten, onderwijsinstituten. Maar bovenal, laat het volk merken. Laat het volk merken dat ze ook welvaart krijgen. Laat het volk merken dat er ook meer inkomsten is in de pocket
Laat er ook salarisverbetering komen. Laat er een inhaalslag gemaakt worden. Dat alle mensen weer een goed salaris hebben om goed te kunnen leven. En dat ze mee profiteren van de rijkdommen van het land. Maar daarvoor hebben we een goed regering nodig. Om dit te kunnen continueren. Daarvoor hebben we een regering nodig. Met goed bestuur. Daarvoor hebben we een regering nodig. Die op een verantwoorde wijze om kan gaan met de inkomsten uit oil en gas. En we kijken uit. Naar 25 mei 2025. Wie die regeringen zijn. Wie die partijen zijn. Die een plan daarvoor hebben. We hebben tenminste een plan. We hebben tenminste een visie. En we kijken uit naar hun plannen. Maar één ding is duidelijk. Eén verkeerde regering. En slecht bestuur. Dan zullen die inkomsten van die oil en gas net zo eindigen als vele landen in de wereld. Eentje niet ver in onze eigen regio hier. Dat je dan toch een van de armste landen kan worden. Dat is de vloek van de olie. The curse of oil and gas. The Dutch disease. Wat we niet willen hebben. Mijn mensen. Prachtige toekomst. Die we allemaal samen kunnen gaan creëren voor onze samenleving. De prioriteiten die we als regering voor de komende periode hebben vastgesteld, die zijn duidelijk. 1. Hoge prioriteit. Een volledig, let wel, volledig oplossen van alle conflicten met betrekking tot grondbeleid. Er zijn veel conflicten. En dit staat als nummer 1 op onze agenda. 2. Is drastisch verbeteren van ons sociaal programma. En u gaat komende tijd merken welke die drastische maatregelen zullen zijn binnen ons sociaal programma. Want er zijn enorm veel inefficiencies. En er is enorm veel misbruik van het systeem van het sociaal programma. Enorm veel. Dat daar waar burgers wachten, burgers die recht hebben op die 1800, elke dag app sturen naar de president en zoveel andere autoriteiten. En als ik doorstuur naar sociale zaken, dan kan het wel opgelost worden. Maar het blijkt dat die gelden elders gingen. De justitie is al ingeschakeld. De politie is bezig met een intensief onderzoek. Hoe gelden bestemd voor het volk gebruikt zijn op een onjuiste wijze en gestort zijn op namen van personen, op namen van rechtspersonen, maar ook hoeveel moneycartas er oneigenlijk gebruikt is. En dat de personen in de samenleving rondlopen met meerdere moneycartas, terwijl ze daarop geen enkel aanspraak maken. We zijn blij met onderzoek, kijken uit naar onderzoeksresultaat, maar wij als regering gaan ingrijpen. Daarover heb ik al goed gesprek gehad met de vicepresident. En komende dagen moet u dat merken. Prioriteit woningbouw. Landelijk woningbouw zal geïntensiveerd worden. Goedkoop voedselprogramma zal uitgebreid worden en geïntensiveerd worden. Veiligheid zal opgevoerd worden. En ik zal als president persoonlijk, en dat doe ik al, van het kabinet dat beleid aansturen. En wekelijks hebben we overleg. Gezondheid, medicijnen moeten beschikbaar zijn. Ik heb net bericht gehad van directeur BGVS dat we zoveel medicijnen gehad hebben uit de eerdere afspraken en investeringen van Indiase farmacie in Suriname. Dat voor eerst komend jaar voldoende medicijnen gegarandeerd zijn voor Suriname en dat al deze medicijnen nu gecertificeerd zijn. Dus er mag geen medicijnprobleem zijn. Ons beleid is, die medicijnen moeten daar bij het volk komen. De medicijnen moeten daar in die apotheken beschikbaar zijn, die verschillende resorten en die RGD-polies. En de samenleving mag geen problemen hebben. Alle apparatuur in de ziekenhuizen, daar hebben we geld geïnvesteerd. Ze moeten allemaal functioneel zijn.
En niet als de burger daar gaat, apparaat neer rokken, dat neer rokken, dit neer rokken. Maar natuurlijk moet er goed beleid zijn qua onderhoud. Natuurlijk moet er goed beleid zijn om na te gaan wie allemaal daarvan gebruik mag en wie daarvoor betaalt. Het zijn allemaal zaken die met flankerend beleid te maken hebben. Investeringen in het binnenland, drinkwater, zonne-energie, opvoeren van de productie. En natuurlijk moeten we het resultaat van het macro-economisch beleid vertalen nu naar de samenleving, naar microniveau. Dat wil die samenleving zien, die voordelen. Ja, maar president, Messia-inflatie uitdalen, Messia-koers uitdalen, maar de prijzen naar winkel niet dalen. Dat speelt bij de samenleving. En gelukkig heb ik de Vereniging van Importeurs gehoord. Ook daar gaat het daling plaatsvinden. En het ministerie van Economische Zaken heeft opdracht gehad om intensieve en agressieve controle uit te oefenen. Op al de producten die bestemd zijn voor consumptie, voor de samenleving. Eén ding is duidelijk, dat is de rapportage wat ik gehad heb van het ministerie van Economische Zaken. De prijzen van alle 40 basisgoederen zijn stabiel in alle supermarkten. Dat is belangrijk. En als die foodbaskets hun nog verder omlaag kunnen trekken, dan moet dat gebeuren. Maar daar is eerst, nu is opdracht gegeven aan het ministerie van Economische Zaken om nog een lijst te maken van 40 producten die niet voorkomen op de lijst van 40 basis, om daar die prijscontrole in te zetten. Ook daar moeten die prijzen omlaag. Mijn mensen, we hebben een sterk fundament gelegd. We zijn open als regering voor overleg met alle betrokken partijen. We hebben goed overleg met de vakbonden. We zijn in overleg nu op twee trajecten. Eén is het traject om te komen tot een nieuwe overeenstemming met betrekking tot koopkrachtversterking vanaf de maand juli. En we kijken uit wat de inzichten zijn van de vakbonden. Ik heb als president al gezegd, het volk heeft zware offers gebracht. Tijd dat we teruggeven aan het volk. Alleen op een verantwoorde wijze. Dat die economie stabiel blijft, dat die koers stabiel blijft, dat de inflatie stabiel blijft. En laten we kijken wat die economie kan dragen. Maar terecht, ze hebben zware offers gebracht. Ze moeten terugkrijgen. Een tweede traject met de vakbond is vraagstuk van de energietarieven. En ook daar, en ik heb die vakbondsleiders ook gevraagd, gaan jullie bij jullie leden naar verzamel alle bewijsstukken van alle documenten waaruit blijkt dat bepaalde categorieën van verbruikers meer betaald hebben dan zoals eerder door deskundigen berekend en aan de regering gepresenteerd en goedgekeurd door de regering. En daar heeft vakbond gezegd, ja, we hebben ons eigen technisch team. Wij als regering hebben gezegd, ja, dat is ons technisch team. Gaan jullie bij elkaar komen en gaan na hoe die prijs berekend is geworden, welke wij goedgekeurd hebben, aan de hand van calculaties, van inkoop van energie van hydro, van kopen van energie uit de fossiele brandstof, maar ook die vaststelling van hoe het tarief uiteindelijk komt. En daar kunnen er verschillen van inzichten zijn, daar kunnen er verschillen zijn van berekeningsmodaliteiten, daar kunnen er ook principiële verschillen zijn die liggen op een visie wat je hebt en een visie die die andere heeft. Opdracht is, laten we dit harmoniseren, laten we alle inzichten bij elkaar brengen, hopelijk dat we volgende week al een overeenstemming hebben bereikt. Dan gaan we zien wat die impact is op de berekende prijs. En als er fouten gemaakt zijn door ons, gaan we het corrigeren. Tweede is namelijk dat we nu kijken naar die tarieven. En een paar dingen zijn duidelijk, mijn mensen. Laat het nog een keertje hier bevestigd worden. De regering is niet over één nacht ijs gegaan om te zeggen, we gaan die energietarieven vaststellen op ei. Nee, er is studie geweest. Er zijn presentaties geweest. Er zijn berekeningen geweest. 4 maanden lang. Voordat we goedgekeurd hebben, vanaf december vorig jaar. En uiteindelijk is er vastgesteld aan de hand van cijfers van EBS, waar die grootste categorie van verbruikers zit bij EBS.
En dat is ongeveer 117.000 zit bij een gebruik van 500 kilowattuur. Daar zit de grootste groep. En wij zeggen, dan is die de groep die we als eerste gaan beschermen. En deze groep krijgt een verhoging tot 400 SRD. En ze krijgen direct die 400 SRD terug. Alleen heeft EBS verzuimd dat op die rekening aan te geven. Meneer en mevrouw, dit was uw rekening. Met de verhoging betaalt u X plus Y. Dus Y meer, maar de regering betaalt Y voor u. En omdat dat er niet is, krijg je speculaties. Ja, heb ik meer betaald? Heb ik minder betaald? Ik weet het niet. Komende maand heeft EBS beloofd wel die informatie daar te plaatsen. Wat is EBS? Wat is de tweede categorie samen met energieautoriteit? Wat is de tweede categorie van verbruikers? President, regering, tot 900 kilowattuur. Daar zit je 92% van alle verbruikers. 92 van de Surinaamse samenleving. Oké, dan gaan we ook hun tot 900, die 400 teruggeven. Dus als iemand 1000 verbruikt, of 1100, en die krijgt een verhoging van 600, of 700, of 800, daarvan krijgt hij 400 terug. En dat zou ook op jouw rekening moeten staan. Maar dat is weggebleven. Maar perceptie is, ik betaal duizenden, akkoord. Vakbonden, zoek al deze zaken voor me. Zijn er fouten gemaakt? Zijn er inderdaad mensen die 9 of 1000 gebruiken, maar 1000, 2000, 3000 verhoging gehad? Ik wil ze zien. Dan gaan we ze corrigeren als het inderdaad zo is. Dus mijn mensen, we hebben verschillende groepen bestellen. En voor KMO's, klein en middelgroot bedrijven, als zij een slachtoffer worden van verhoogde energietarief, bij economische zaken, formulier ontwikkeld, invullen en vragen om ondersteuning, gaan we stuk voor stuk beoordelen. Alle grote bedrijven die volle pond gaan betalen, en alle personen die volle pond gaan betalen, dat is een groep van ongeveer 7%, komt u met uw belasting 2023, met uw belastingaangifte 2024, kijkt u regering, hier heb ik meer kosten gemaakt als gevolg van extra energiekosten. U gaat belastingincentives krijgen daarvoor. Dus alle groepen zijn berekend. Nou, dit moeten we heel simpel uitleggen. En nogmaals, als er fouten gemaakt zijn, ook corrigering. Wij willen namelijk dat alles betaalbaar blijft voor ieder. Mijn mensen, er is nog veel te vertellen. Alles vindt u terug in het boek. En ik ga afsluiten door jullie allemaal te bedanken. De gemeenschap te bedanken. Ook voor die ondersteuning. We hebben wat ernstige incidenten gehad, ja. We hebben het nationaal dialoog na het incident ingezet. De inzichten meegenomen in ons actieplan. Dat actieplan wordt uitgevoerd. En nu gaan we transformeren naar een prioriteitenlijst voor de 12 maanden. Mijn mensen, het goede werk moet afgemaakt worden. Wij gaan door met bestuur. En we moeten die samenleving goed informeren. Dat ook goed is voor de samenleving, dat beleid gecontinueerd wordt. Natuurlijk, daar waar aanpassingen gepleegd moeten worden, plegen van die aanpassingen. Daar waar gecorrigeerd moet worden, corrigeren. Maar wij moeten als regering die gelegenheid krijgen van die samenleving ook, dat we dit werk kunnen afronden. Aburoko, musgotoro. Mag ik je dan bedanken en God bless you.